meter 66 en is geboren op 21 mei 2021. Is gefokt in eigendom bij Ricardo Sloof en JC Timmermans. De vader van Cumanos is Cumano Alpha Z. En de moeder is Candy Z. De moeders vader is Cartago. Vader Cumano Alpha Z, geboren in 2017, is een kloon van de wereldkampioen 2006 Cumano, de grote schimmel die met Jos Lansink tot wereldprestaties kwam. Er lag een mooie carrière voor Cumano Alpha Z in het verschiet, maar helaas is de hengst in september 2023 overleden aan de gevolgen van een liesbreuk. Moedersvader is Cartago, de Holsteinse hengst die onder Jos Lansink zeer succesvol was. Nam onder meer deel aan de Olympische Spelen van Atlanta en Sydney en won onder meer de landenwedstrijd in Aken, Rotterdam en La Baule. Met 124 goedgekeurde zonen en 150 1,60 meter springende paarden is Cartago nog steeds een stempelhengst in de fokkerij. Cartago is dus de vader van de moeder van deze hengst. Moeder is Candy Z, zelf uitgebracht in het 1,20 meter springen. Heeft 16 nakomelingen, de oudste uit 2003. Heeft altijd op 1,55 niveau gesprongen. Drie nakomelingen hebben of springen nog in het 1,30-1,35. Contiki uit 2010 wordt uitgebracht in het 1,45 springen. En Cartago Z uit 2016 wordt ook uitgebracht in het 1,45. Dat over Cumanos, deze bruine hengst uit 2021. 21 mei geboren om precies te zijn, meet 1,66 meter. Is gefokt en in eigendom bij Ricardo Sloof en JC Timmermans.